you've got literally 30 seconds to evaluate probably five to six hits in the half pipe. So you're looking at the rotation, where they landed in the transition. Did they grab their board? Did they grab it for long? Was it a short grab? You know, did their arms wobble? Did they look smooth? There's a lot to analyze in a very short space of time, so it's very technical and very hard to judge, but it is enjoyable. Obviously, the big thing in halfpipe is at the moment is the double cork. It's basically two inverted rotations. I think it's a really exciting time for halfpipe, but it's also a scary time because it makes it much more dangerous. Just moments away from starting the men's halfpipe final. This is a six-star Swatch TTR World Tour event. Well, here with us on the Swatch TTR World Tour. He's been doing fantastically, and we hope that he's going to get a good day tomorrow as well on the slope, hopefully make it all the way through to the finals. There's the back nine, front seven. Will he get the cab seven now? Seven, good run. Ik was super blij mee wat ik had gedaan, dus ik had redelijk wat hoogte en uiteindelijk de run allemaal goed kunnen landen, dus dat is allemaal goed geweest. Ik had eigenlijk één hit tekort, want ik wou dezelfde run doen als ik met de Fish World Cup had gedaan, maar de pipe was iets te kort naar mijn zin. Als die laatste hit nog had moeten doen, dan had ik toch heel erg veel moeite gehad met de landen. En dan het niveau met de finale, dat is gewoon ineens de hoogte ingeknald en iedereen ging nog een extra meter hoger en gewoon nog een paar tens meer uit. Dus het was echt ineens massief het niveau in de finale. Dropping in now from the left hand side as we look up the pipe coming in. Right foot forward, starting off with a big, big air to get things going right in the scoring zone as well. Oh, there we go! Front double cork early on. To cab 10, double cork to front side air. To alley-oop backside rodeo, 7 to alley-oop front side 7. Be one of the guys who's going for the $5,000 in highest air. Dropping in now, this is Marcus Keller. Super nice air to fakie. Big cab 7, super clean, great style. Front 9, lands it clean as well. Oh, there's the back 7, backside 9. McTwist alley-oop, that's a run. That was. Currently sitting in seventh position. This is when you're going to see the Swiss guy go off. This is the one and only Yuri Blashikov starting things off with a big crippler into backside 9. There's the front 10. He lands clean. Here we go. Cab 10 double cork clean. Oh. Sticks it. No problem at all. Clean the whole way. Taking home $15,000 and 1,000 Swatch TTR World Tour ranking points, Yuri AK-47 iPod Podlatchikov! Us as judges, what we're looking for is a combination of technicality, style and amplitude, so height. So we're really looking for good style. I think snowboarding, you know, isn't like other sports. There is a lot of style involved and a lot of individuality, so we're looking for that in a rider. You know, like holding onto a grab, poking out their leg, that kind of stuff. That really differentiates, you know, the top two, three guys from the rest of the pack. I was actually here with the idea van gewoon voor mezelf goed te rijden en bij te leren. En ik ben super blij met wat ik hier gedaan heb eigenlijk, omdat ik had nog nooit switch. Ik heb 540 op een grotere jump gedaan dan indoor. Dan mijn tweede run heb ik terug een cap 540 en dan de backside 10 geprobeerd. Maar die heb ik helaas niet goed kunnen landen. Maar volgende keer beter en zeker proberen om deze maand erop te werken om hem beter te kunnen steken. Morgen komt Sepp hier toe. Ik ben 100% zeker dat hij heel gemotiveerd kan zijn. Hij heeft een hele goede start gehad op de Iron Style. Hij heeft daar de Rookie Challenge gewonnen en een back 12 geleerd. Hij gaat er echt alles aan doen om hier toch zeker wel iets te laten zien. En ik ben 100% zeker dat hij dat ook gaat doen.
Ik was volgens mij iets te opgefokt met de eerste run van de slopes. Zou ik al op Exit 12 doen. En ik heb me gewoon te hard ingegooid. Ik had een beetje overspinnen en ik ben erbij gaan zitten. Dan de tweede run, die is een heel stuk beter gegaan. Op de eerste rail ging alles goed, de eerste jump ging alles goed. Dan de tweede jump, backside 12 kunnen landen. Ik heb met de handen wel even in de sneeuw gezeten. En daar hebben ze dan een beetje voor afgetrokken, denk ik. En ja, het resultaat, ik kan zeker niet klaar. Ik ben super blij met het resultaat dat ik had voor die run. En ja, de top 3 heeft even een zware beuk gezet in die sloopcel. En gewoon massief gegaan, dikke tricks gegooid en keihard gestompt. En daar kon ik net niet bij. Mr. Matthew Perrin, Swatch TTR current World Tour champion. Cap 9 into the back 10. Late Cork sticks it. His ankle is made of steel, that's why he landed that. Backside 3 away from the 50-50. Took a little tickle on the board as well there, the Stalefish Amendment, I think. That was a sick run right there, man. Was a sick run. Now there we go, second place. 5 points separating them there or thereabouts. Now 5 points behind. What has Billy Pamela got for us? Because we've seen this Switchback 9 front 10 run all day. Has he got anything else for us? Because it's going to be a front 10. Oh! That was big and that clean. Big. Beautiful cool. Work from Stylemonger. Second position. Oh, boy. Billy. Look at the smile on his face. At the Aaron Style in Innsbruck. Front board, Marko Brilic. Ladies and gents, this is the Aaron Style winner. There's the double back flip. Do you want to know how to snowboard? This is how to do it right here with a back 10 late court. Oh, we may well see a new leader. Can he keep it together right now? Yes, we may well see. All right, Drew, keep your pants on. Be the winning run right there. 93.50, a humongous score for the first one there. Make some noise for Slovenia's Marko Grimc. Taking home $15,000 and 850 Swatch TTR Tour ranking points. Ik ben totaal niet teleurgesteld. Ik denk verder dat mijn hoogste ranking ooit is geweest op de TTR. Ik ga proberen zo hoog mogelijk te blijven staan, maar het gaat niet makkelijk worden, want het niveau is gewoon echt de hoogte ingegaan vergeleken vorig jaar. Het plan is nu, ik vertrek over een half uurtje naar de Burton European Open. En ik moet proberen ook een beetje hoog te eindigen om mijn TTR-ranking hoog te houden.